Anderlecht wint met zware cijfers van Standaard en AA Gent is de ploeg van Vlaanderen. Dat en nog veel meer in deze Scorer Super League. Kersvers kampioen Anderlecht trok op speeldag 8 van playoff 1 naar Standaard. De Roesjes zijn in de slotfase van het kampioenschap met slechts 3-18 helemaal op drift. En de sfeer in de kleedkamer zou, niet helemaal onbegrijpelijk met een trainer en een halve ploeg die andere oorden gaan opzoeken, beneden het vriespunt liggen. Het was dus maar de vraag wat deze match zou opleveren. Ging Standaard zich verder laten afslachten of had Anderlecht een stevig feestje gebouwd na het behalen van de titel? Maar Standaard start erg vinnig en hoog. En daar heeft Anderlecht duidelijk niet op gerekend. De kopstoot van Kranshoff wordt door De Loze van de lijn gekopt. We spelen 6 minuten. 5 minuten later duikt een uitstekende van Mechelen de 16 in. Colson heeft het moeilijk en Odeurs maakt de fout. We krijgen een penalty. Gelders zet die strafschop heel koelbloedig om. Standaard leidt met 1-0 en dat is ook al even geleden. Pas na een kwartier begint de Anderlecht-trein wat te lopen. We zien een mooie combinatie. Het schot van Maximus is te zwak. Amber Maximus gestart in de plaats van Dukkingi. Standaard blijft met veel goesting en feeling spelen. Van Mechelen met een knappe actie en een subliem steekschot in de kruising. Het staat zowaar 2-0. On a changé de tactique pour le match ici ce soir. C'est vrai qu'on a joué à deux avec devant avec Davy. D'habitude on joue avec un 9 en plus que ici on a remis dans le milieu que du coup notre milieu a été beaucoup plus solide et on tenait vraiment bien. Iets voorbij het half uur, een champagne moment voor Paarswit. Loepzuivere pas van de Neven in de loop van Wulaert die de 2-1 binnenloopt. Ook deze goal is een echt pareltje. Als de rust in beeld begint te komen, kan Standaard 3-1 voorkomen. De pas van Mechelen is perfect, de poging van Appermond iets minder en naast. Het blijft dus 2-1 na goed 40 minuten. En dan gebeurt er iets wat de rest van de partij zal tekenen. Marinucci begaat een trekfout op de doorgebroken Van Gorp en krijgt terecht rood. Dit wordt een groot probleem, Marinucci mag gaan douchen. C'était notre saison, ça, des bons matchs et puis on se tue nous-mêmes. 46e minute, on fait une erreur, comme à Bruges, comme à Genk, comme à Louvain. On fait une erreur de nous-mêmes. Je sais pas pourquoi on fait cette erreur-là. Et à la limite, tu fais une erreur, mais laisse aller marquer alors. Laisse, t'as encore un duel avec le gardien, mais tu dois pas faire faute pour prendre un carton rouge. Laisse le duel et puis on joue à 11 contre 11. Want de tweede helft is nog maar nauwelijks op gang als Anderlecht 2 keer dodelijk efficiënt en pijlsnel toeslaat. Wulaert bedient Van Gorp voor de 2-2 en Vatafu steekpaast naar Wulaert die er 2-3 van maakt. Tweede helft natuurlijk spelen we ook tegen 10 man. Ik denk dat dat zeker ook wel gemakkelijker heeft gemaakt. Er kwam meer ruimte. Maar ja, inderdaad, de eerste helft. Ik denk dat we op het middenveld vooral gewoon een beetje overlopen werden. Dus ze waren overal. Ze waren precies overal met 1 man meer. En ja, dat heeft het al zeker moeilijk gemaakt. Bij Standaard is het slikken om niet te verzuipen, maar het helpt niet. Van Gorp wordt met een lange bal weggestuurd en maakt het koel af. 2-4. En als op het uur Wulaert voorzet naar Maximus, wordt de score op 2-5 gebracht. Standaard gaat nu helemaal kopje onder. Het levert nog wel strijd, maar het is een verloren strijd. De Loze naar de pijlsnelle Wulaert voor de 2-6. De jonge De Marais komt nog een paar keer gepast tussen om de 2-7 te vermijden, maar die komt er in de slotseconde van de reguliere speeltijd alsnog. Van Hamel kopt de hoekschop van Wulaert binnen. Standaard krijgt alweer een zware pandoering en Anderlecht toont nog maar eens dat het dit seizoen in stijl wil eindigen. Je l'ai dit au fils, c'est un honneur pour elle de jouer les trois derniers matchs à la télévision. Point 1, point 2, à Sclessin dans le Grand Stade. Au Lotopark et le troisième au Djelamco. Comment terminer une plus belle saison que ça? Mais bon, il ne suffit pas de profiter de tous ces appareils. Il faut aussi prester sur le terrain. Opvallende aanwezige in Brugge is Anderlecht-coach Patrick Wachel. Club en Gent zijn de laatste twee tegenstanders van zijn paars-wit. Anderlecht heeft zijn doel al bereikt, dit Gent nog niet. Het klokt voor plek 2 en begint dan ook aanvallend aan de partij. De eerste grote kans komt er na dik 25 minuten.
Lone en Jolet raken erdoor, maar Jolet duwt de bal net wat te ver van de voet. De club heeft vertrouwen getankt na de zege tegen Standaar, maar komt er voor de pauze niet helemaal door. Gentse inworp na het half uur, fout en de bal gaat op de stip. Het is Lone die haar verantwoordelijkheid neemt. Ze zet de penalty om, 0-1, meteen ook de ruststand. De thuisploeg moet achtervolgen en heeft dat begrepen. Een goede voorzet van Minnaert, maar Iliano kan er niks mee. Maar Gent is ook gretig uit de kleedkamer gekomen. Goeie bal van Jacobs op Jolet, die krijgt een geweldige kans, maar we zien ook een geweldige save van Femke Schamp. Weer naar club met een korte in de 16 en de bal gaat tegen de arm van Mazraoui. We krijgen een penalty. Minnaert doet het voor Club Brugge, netjes voorbij Evraar, de gelijkmaker. Gent lijkt niet van slag, integendeel. Vrije trap die blijft hangen en komt terug in de 16. Lone draait en schiet. 1-2, club heeft handspel gezien, de scheidsrechter niet, de goal telt. Nog geen 3 minuten later, Gent met een goede actie op de flank. Jolet zet door, Van de Velde met de 1-3, zo gaat het snel. Maar deze match zit vol sensatie. Inworp van de thuisploeg en opnieuw een penalty voor handspel. Moeilijk te zien, dit keer mag Laridon trappen. 2-3, we hebben weer een wedstrijd. Gent probeert nog de verlossende 4e goal te maken, maar die valt niet meer. Zo is het bibberen tot het einde. En ook nog met die vrije trap die ik dan vanaf de bank zag, dan is het echt billen knijpen. Maar ja, eigenlijk buiten de penalties om zijn ze niet echt super gevaarlijk geweest. Dus ja, hebben we gewoon echt super goed gedaan. En de afgelopen weken hadden we misschien iets minder goed spel, maar ik denk dat het vandaag wel weer beter was. Ook op dit lastige veld. Dus al met al echt een prima avond voor ons. Die vrije trap, dat is deze in de allerlaatste minuut. Het blijft 2-3. Een nederlaag die heel zuur smaakt bij de anders zo vlotte Leo van der Elst. Ik heb je nog nooit zo weinig spraakzaam geweten. Ja, omdat ik echt ook niet weet wat ik moet zeggen op dit moment. Ik denk dat dat een spektakelrijke wedstrijd was. Met twee ploegen die vol voor de overwinning gingen. Dus ja, als je dan verliest. En het heeft. Het heeft op die manier gelopen. Dan ben ik sprakeloos. Ja. Bij Gent is er wel reden tot vieren. Zij spelen komend weekend een cruciaal duel om plek 2 tegen de rechtstreekse concurrent OHA Leuven. Super geladen en intens duel natuurlijk. Hè. Inderdaad, ik denk dat de ploeg die daar kan winnen, ja, kort bij de tweede plaats komt. Maar wij hadden dat als doel bij de start van de play-offs en wij blijven er natuurlijk voor gaan. En daarvoor moesten we vandaag eerst winnen en die opdracht is al geslaagd. Nu eerst hier even van genieten en vanaf morgen kunnen we dan richting Oagel. Na knappe winst afgelopen vrijdag wilde Charleroi graag bevestigen met een tweede zege op rij. Iets wat dit seizoen nog niet gelukt was. Tegen Aalst beloofde dat alvast niet simpel te worden, want Eendracht strijdt, nog steeds trouwens, voor de leidersplaats in play-off 2. De Carolo's starten zeer aanwezig in de partij, maar het ontbreekt hen aan efficiëntie in de afwerking. De poging van Matavkova is niet goed gericht. En ook Megan Vos jaagt haar vrije trap hoog over de kooi van de tegenstander. De reactie van Aalst laat niet lang op zich wachten met acties van Van Gils en Blaven. Maar de Carolo-defensie is zeer aandachtig. Eendracht blijft zoeken, nu via Van Horen. Ambre Collet blijkt nog maar eens een zeer betrouwbaar sluitstuk van Charleroi. Ze doet weer wat ze moet doen. Een moede Charleroi laat zich niet wegdrukken, maar het is de overtuiging die soms nog wat zoek is, zoals bij deze schuchtere actie van Duterne. En een fraaie rush van Estelle Desailly wordt afgerond met een schot dat in twee tijden wordt gepakt. Vlak voor rust gaat Megan Vos nog eens voor haar kans. Geen probleem voor Van de Putten. Het blijft dus 0-0 na een eerste helft waarin beide ploegen kansen hadden, maar ze niet konden afmaken. In de tweede helft kan Charleroi rekenen op de vurige steun van enkele supporters. Maar die zien Aalst sterk van leer trekken. In de mist nog wel. Anke van Oren krijgt de kans. Ze schiet naast.
Een terugspeelbal van Hudson wordt door de scheids als vrijwillig beschouwd. Dus krijgt Aalst een vrije trap in de 16. Protest bij de thuisploeg, dat wordt weggewuifd. De vrije trap van Pelles wordt weggewerkt door de zwart-witte defensie. De Aalstense druk neemt toe en levert ook op als een hoekschop eerst bij Pelles en daarna bij Van Mullum komt. Tweede keer goede keer en Aalst komt 0-1 voor, al heeft het daarvoor hard moeten werken. 10 minuten later verdubbelen de bezoekers de score als Harriet Awete netjes afwerkt 0-2 voor Awete, de tweede competitiegoal van het seizoen. Justine récupère la balle et me met en profondeur et je prends la défense de vitesse. Comme un peu un soulagement parce qu'on sait que quand on met le 0-2 ben on a un peu plus de chances de gagner. Ben en fait on s'est adapté à la mi-temps, on a un peu rechangé des petites choses. Offensivement on a changé des on a plus mis la pression sur la défense, donc c'est pour ça qu'on a pu mettre le 0-1 et le 0-2. Je pense qu'il y a manqué de la finition devant le goal, contrairement à Loss qui a réussi à les mettre dedans, leurs opportunités. Après, je pense qu'il y a une fatigue qui s'est fortement ressentie. On pourra le revoir sur la vidéo de manière générale. Et du coup, elles ont pris le dessus au moment où nous, on a justement diminué l'intensité de notre jeu. Et ça a fait la différence. Op de Charleroi-bank wordt de sfeer nerveuzer en maakt T2 Roets zich net iets te druk volgens de ref. Roets wordt weggestuurd. Het verandert allemaal niks meer aan de stand die op 0-2 blijft en die Aalst nog vol in de race voor plaats 1 in play-off 2 houdt. Notre objectif dès l'entame des play-off 2 c'était de terminer premier. Je pense que là on est bien parti. Je pense que ça va se jouer entre nous et Genk. Mais pour ça il faudra gagner la semaine prochaine et puis le dernier match c'est contre Genk donc j'espère qu'on gagnera. On est triste parce qu'on aurait bien voulu cette victoire. C'est vrai que contre Alos, ça a toujours été des matchs compliqués. Donc c'est vrai que ça aurait été très cool de gagner. Woluwe verloor afgelopen weekend in play-off 2 zwaar op het veld van Charleroi. 4-1 werd het daar en coach De Moustier verwachtte dinsdag dan ook een reactie. Niet evident omdat co-leider Genk thuis speelde. De eerste grote kans is voor Genk. Lotte van der Steen vindt Stijvers. En die komt helemaal alleen voor het doel en mist onbegrijpelijk. Deze had er gerust binnen gemogen en dat weet Stijvers ook. Als Genk druk zet, komt Woluwe er niet onderuit. Tekenend is deze fase. Aanvoerder Simons onder druk, fout of niet, Duisters mag er met de bal vandoor. Uiteindelijk is Willems er om de meubelen te redden voor Woluwe. Genk begint duidelijk zijn ritme te vinden. Merkelbach tot bij Van der Zanden, op de slof en het is 1-0. De voorsprong is zeker verdiend. Sien Van der Zanden breekt de ban voor de thuisploeg. En nu gaat het even snel. Duisters ontwijkt het hakmes van Simons. Terugleggen tot bij Stijvers, maar die mist haar schot. Opnieuw Stijvers die een open kans laat liggen. Minuutje later en alweer Genk. Merkelbach zet Duisters voor doel. Dat mist de Genkse topschutter natuurlijk niet, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. De eerste helft eindigen we met een kans voor Lotte van der Steen. Maar Willems staat pal, rusten doen we dus bij 1-0. Op een eerste kansje in de tweede helft is het een kwartier wachten. Van Wijngaarden verwerkt de kopbal van Bougaar in hoekschop. Genk blijft wel de betere ploeg ook in de tweede helft, al levert dat niet veel doelkansen op. De ingevallen Juga toont zich wel bedrijvig, maar haar schot is iets te zwak. In minuut 77 splijt Martijn dan met één goede dieptepas de Rode Zee. Voets naar Duisters en die zet de 2-0 op het bord. Geen buitenspel en Duisters al met haar vijfde in deze play-offs. Verder is de tweede helft één langgerekte geeuw. Het blijft 2-0. Woluwe kwam nauwelijks in het spel voor. En voor de Brusselaars is het aftellen tot het einde van het seizoen. On sent que l'équipe est fatiguée aujourd'hui. Les matchs s'enchaînent et malheureusement on est à court de joueurs, je veux dire. La moitié des joueurs ici sont de notre équipe des deux, donc découvre un peu ce rythme qui est imposé par la Super League. Donc voilà, alors je ne suis pas un coach déçu. J'espère simplement que la saison va se terminer. Ces play-offs 2 quelque part servent presque à rien, j'ai envie de dire. Ondanks de saaie tweede helft, eerst is toch vooral tevredenheid bij Genk dat nauwelijks iets weggaf.
We hebben er ook les geleerd. Ook tegen Wolle hebben we verloren 2 keren. En we hebben geleerd dat zij uit niks kunnen scoren. We hebben vandaag gezegd van kijk, de organisatie is van belangrijk. Ook een balbezit, goede restverdeling houden. En dat hebben ze gedaan. Dan zijn we tevreden. Hè. Dat is een stap vooruit. Je kunt ook blijven aanvallen met 7 mensen voor de bal. Wat we anders doen. En je scoort niet en je hebt de bal in de ploeg. En we hebben gezegd van nee, kijk, we hebben altijd goede restverdeling, altijd +1 achterin. En dat hebben ze goed gedaan. Ja, we willen natuurlijk graag play-off 2 winnen. Daar zijn we zeker mee bezig. Dus het gaan nog 2 spannende, belangrijke matchen worden. We zullen ze alle 2 denk ik vol voor moeten gaan en moeten winnen gewoon. Ja. We kijken nog eens naar het uitslagenbord van de op 2 na laatste speeldag in de Score Super League. Kampioen Anderlecht loopt verder uit en AA Gent hijgt in de nek van OH Leuven. Dat kan nog leuk worden in play-off 1. En leuk blijft het ook in play-off 2, waar het vooral nog tussen Genk en Aalst lijkt te gaan. Zondag is er Anderlecht Club en OHL Gent in play-off 1. En in play-off 2 is er Zulte Waregem Aalst, Genk, Charleroi. Tot de volgende!